Ja, hallo allemaal. Nu ga ik praten over deze schrijver. Hij weet nu alles over de planeten, maar wij hebben in ieder geval geen foto. En Wednesday krijgt een tweede seizoen. Nu ga ik praten over alles. Nu is het maandag 6 maart. Leuk dat je kijkt naar het Ryan Journaal. Goedenavond allemaal. Nu gaan we praten over deze schrijver. Hij weet nu alles over de planeet en alles, maar we hebben in ieder geval geen foto of video, helaas. Maar deze schrijver kan je hem abonneren op hem YouTube kanaal. En kan je hem op abonneren of volgen op TikTok. Deze schrijver kan je hem in ieder geval volgen op TikTok. Dan is in ieder geval een blauw duimpje omhoog. En in ieder geval kan je nog ook iemand volgen op TikTok. Nishan Maradini kan je hem volgen op TikTok. Hij vraagt hem. En nu gaan we praten over deze speciale meisje die 20 jaar is. Jenna Ortega. Zij krijgt een tweede seizoen. Maar wanneer precies? Nou, ik heb het in ieder geval op het nieuws gehoord dat het in ieder geval volgend jaar is. Even afwachten. En in Engeland zijn ook iets heel raar. Want pizza zonder tomatensaus. Ja, met tomatensaus is lekker, maar duur geworden. Is wel gestegen, kan je maar voorstellen. Dat je boodschappen... Oh, chips. Ik ben iets vergeten. Ja, en ook misschien is het iets duur. Dan kan je me vertellen, kijk naar die prijskaartje onderin. Is het te duur? En misschien... Wacht, ik heb je mening. Schrijf in de comments wat jou echt niet missen van het eten. Wat is jouw lievelingseten trouwens? Laat even weten in de comments. Oh ja, en nog één tip. Misschien spelen vaak mensen Mario Bros. Wii. Is wel niet populair. De eerste populair is Fortnite. Tweede is Roblox. Derde is Oddworld. En vierde is in ieder geval Mario Bros. U en Mario Bros. Wii. Ja, dat was het nieuws van vandaag. Maar in ieder geval volg deze schrijven. Op TikTok en op YouTube. En volg in ieder geval ook mijn beste vriend. Volg hem even op TikTok. Hij heeft nu 131 volgers geloof ik. Nou, in ieder geval een hele fijne avond alvast. En ik zie jullie hopelijk morgen.